Moet er in de toekomst betaald worden om je auto te parkeren in Wijchen? Ondernemers zijn niet blij met de plannen van linkse partijen. Even lekker met de auto gaan shoppen of lunchen in het centrum van Wijchen gaat je binnenkort misschien meer kosten. GroenLinks en D66 willen betaald parkeren invoeren in Wijchen. De ondernemers zijn bang dat hierdoor het winkelen in Wijchen minder aantrekkelijk wordt. Bij kernachtig Wijchen zijn ze niet blij met de plannen over het betaald parkeren. Nou ja, betaald parkeren is voor ons eigenlijk onbespreekbaar. Wij hebben als kernachtig Wijchen, zijn we een dorpspartij, we zijn een dorp. Wijchen is geen stad en wij hechten heel veel waarde aan de gratis parkeren. Ja, wat ons betreft betekent betaald parkeren niet meteen dat het gratis parkeren meteen wordt afgeschaft. Het kan gepaard gaan en daarmee kun je ook meer vrijheden geven aan de mensen die parkeren. Het gratis parkeren in Wijchen kost de gemeente wel geld. Ja, dat geld dat komt natuurlijk uit de gemeentekas. Dat is een prijs die je ervoor betaalt, dat is zo. Maar wij hebben er graag voor over. Het kost een aantal duizend euro's per parkeerplaats voor de gemeente. Dus parkeren is gewoon duur. Maar ook als je fietsen parkeert, kost het natuurlijk geld. Parkeren is nooit gratis in geen enkele opzicht. Bij D66 Wijchen zijn ze niet bang dat er minder mensen naar Wijchen komen. Niet als het gaat zoals ik net uitleg. Als je de eerste twee uur gratis behoudt, daarna gaat betalen, betekent dat niet per definitie dat er minder mensen komen. Het kan wel zijn dat mensen juist langer blijven. De ondernemers denken hier anders over. Daar ben ik 100% op tegen. Wijchen is een dorp en moet ook een dorp blijven. We hebben een parkeerschijf en dat werkt perfect. Ik vind het heel dom en onverstandig. Wijchen heeft toch wel een regiofunctie voor een aantal wijken. Nijmegen, Druten, Graven, Beuningen en heel veel mensen komen toch naar Wijchen toe omdat het gewoon een leuk centrum is. Waar je nog steeds gratis kan parkeren. En bent u bang dat er dan ook minder mensen naar Wijchen gaan komen als ze moeten gaan betalen voor het parkeren? Beslist. Het is natuurlijk afhankelijk van het tarief, maar het kost altijd klanten. Er gaan gewoon veel minder mensen komen. En we zijn hier al 20 of 30 jaar, wordt er dus betaald parkeren wordt er besproken. En elke keer als dat weer bekeken wordt van jongens, is dat rendabel ja of nee, is dat altijd nee. In de winkels wordt altijd veel meer verdiend en veel meer arbeidskrachten levert dat op als die paar euro die er dus aan betaald parkeren binnenkomt. Kernachtig Wijchen ziet geen andere mogelijkheid dan het parkeren gratis houden. Juist dat centrum is voor ons belangrijk en die mensen die naar Wijchen centrum komen voor het winkelen, voor het gezellige winkelen, voor het toch nog wel redelijk kleinschalige dorpse Wijchen, daar is dat belangrijk voor. Dus wij vinden ook daar in het centrum dat je gewoon gratis je auto kwijt moet kunnen. De bekendste koffieshopsteeg in het centrum van Nijmegen krijgt een compleet nieuwe look. De sloop van de 6 panden aan de Vlaamse Gas gaat binnenkort beginnen. Het aanpakken van deze steeg moet dit gedeelte van de binnenstad een stuk aantrekkelijker maken. Het gaat om deze panden hier, op de hoek van de Vlaamse Gas en de Tweede Walstraat. De panden staan al een tijd leeg en hebben ook zeker hun beste tijd gehad. Er staan ook 2 monumentale panden, deze blijven zoveel mogelijk behouden. Na de sloop start hier de bouw van tientallen gloednieuwe appartementen. Daar komt voor in de plaats een plan met in totaal een 28-tal nieuwe appartementen. In een van de bestaande gebouwen die behouden blijven komen nog 2 appartementen. En op de begane grond worden bedrijfsruimte en horecavoorzieningen gerealiseerd. Het zijn appartementen vanaf 32 vierkante meter tot 57 vierkante meter. En de doelgroep die de ontwikkelaar voor ogen heeft zijn met name starters. Daarbij moet je denken aan mensen die net hun eerste baan hebben, graag in het centrum van de stad willen wonen. Nou, de sloop zal relatief snel gaan. Daarna zal er nog wat archeologisch onderzoek gedaan moeten worden. En de planning is nu vooralsnog dat we na de bouwvak daadwerkelijk kunnen starten met de bouw van het plan. Dit gebied in de binnenstad staat bekend als een probleemgebied. Bewoners en ondernemers in deze buurt ervaren veel overlast van onder andere drugsgebruikers en dealers. De gemeente hoopt dat dit plan de uitstraling hier gaat verbeteren. De uitstraling zal erop vooruit gaan, maar of het ook echt de leefbaarheid verbetert, is nog maar de vraag. Nou, wat we geprobeerd hebben is om te kijken of we de ritmiek die er in de straat is, of we die kunnen laten terugkomen. Het wordt allemaal net iets hoger dan wat het nu is, maar het blijft allemaal 2 tot 3 lagen met een kap.
Nou ja, als alles voorspoedig verloopt en iedereen kan zich aan de planning houden, dan zal dit project rond de bouwvak van 2025 gereed zijn. En zullen waarschijnlijk de eerste bewoners na de bouwvak van 2025 hun intrek kunnen nemen. Als dit project eenmaal is afgerond, zal de Molenpoortpassage in 2025 de volgende stap zijn in dit project. In de toekomst zal het geen overdekt winkelcentrum meer zijn, maar gewoon een normale winkelstraat. Tussen Den Bosch en Nijmegen moeten reizigers rekening houden met treinen die mogelijk langzamer rijden door gravende dassen en bevers bij het spoor. Dat meldt ProRail vandaag. ProRail meldt zelf op de eigen website dat als er een groot gangenstelsel onder het spoor zit en er één gang daarvan instort, het gevaarlijk kan worden. Als het hele gangenstelsel zou instorten, kan de grond onder het spoor ook verzakken. In zo'n situatie is veilig treinverkeer niet langer gegarandeerd. Hoe lang deze maatregel van kracht is, is niet bekend. Meer bomen, meer voetgangers, minder fietsers, geen geparkeerde auto's van bezoekers en minder evenementen in het Valkhofpark om het daarmee te beschermen. Dat zijn wat in het oog springende zaken van de koers voor de binnenstad, waarmee het College van Nijmegen de toekomst schetst van het centrum van in de Waalstad. Geen dag van het levenslied meer in het Valkhofpark en ook een aantal andere evenementen zal een andere plek moeten zoeken. Vanaf eind 2024 wil het stadsbestuur de auto's van bewoners en ondernemers in de parkeergarage in het centrum laten parkeren. Bezoekers kunnen vanaf dan alleen nog terecht in parkeergarages en terreinen om het centrum. Ook doorgaande fietsroutes worden daarom om het centrum heen geleid. Bezoekers van het centrum kunnen hun fiets stallen en te voet verder gaan. Het was eigenlijk al voorbij, maar ook een kleine escape voor de railterminal bij Valburg wordt niet gebruikt. Alleen de Gelderse politiek had het project nog kunnen redden, maar dan had de meerderheid terug moeten komen op eerder gemaakte afspraken. De politiek gaat dat niet doen. Er komt geen extra tijd om een bedrijf te vinden, niemand schreef zich in en er komt geen extra geld om het aantrekkelijker te maken. De railterminal bij Valburg moest een overslagpunt voor containers worden van de snelweg op het spoor. Voor vrouwen, door vrouwen. Dat is het motto van Stichting Vrouwenrechtswinkel Nijmegen. De Vrouwenrechtswinkel Nijmegen wordt gerund door enthousiaste vrouwelijke rechtenstudenten. De studenten zetten zich vrijwillig in om vrouwen uit Nijmegen en omstreken te voorzien van gratis juridisch advies. Veel zaken gaan over scheiding. En we merken toch wel echt dat vrouwen het wel prettig vinden dat zij hun verhaal kunnen voorleggen aan een andere vrouw. En wij hebben zelf ook wel heel erg het gevoel dat als wij er niet waren geweest, dat ze misschien geen juridisch advies hadden ingewonnen. Ja, wij hebben ook warm contact met advocatenkantoren. Ook wel we hebben ook contact bijvoorbeeld met de gemeente. Zij hebben ook allerlei instanties, bijvoorbeeld buurtbemiddeling. En zo kunnen wij ook de vrouwen die dat nodig hebben doorverwijzen naar een andere instantie. Vrouwen kunnen hier terecht voor advies over allerlei onderwerpen. En soms biedt de vrouwenrechtswinkel gewoon een luisterend oor. De meeste onderwerpen die hier voorbij komen zijn zaken over persoon- en familierecht. Veel vragen gaan over hoe het eruit ziet als je gaat scheiden. Of vragen over een verlofregeling, dus meer het arbeidsrecht. Maar eigenlijk kunnen we alle rechtsgebieden wel behandelen. Het is ook helemaal goed als vrouwen niet echt een specifieke juridische vraag hebben, maar gewoon hun situatie willen voorleggen en even horen van iemand hoe iemand anders er tegenaan kijkt. En we zien dat vrouwen daar ook al heel erg mee geholpen zijn. De studenten nemen de tijd om echt naar het verhaal en de situatie te luisteren. Ze krijgen daarom ook regelmatig een bedankje. Ja, we krijgen regelmatig mailtjes van vrouwen dat ze vertellen dat ze het heel fijn vonden. Vooral dat ze dus hun situatie aan ons kunnen voorleggen. Maar ook heel vaak dat ze er wat aan hebben gehad. Dat zien we ook soms terug. Als we bijvoorbeeld een donatie krijgen, dan krijg je toch wel de bevestiging dat wat je hebt gedaan, dat ze daar heel erg mee geholpen zijn. Nou, voor ons is het zo dat, omdat wij dus allemaal rechtenstudenten zijn, dat wij kunnen er de praktijkervaring op doen. En wij hebben er ook de tijd voor. Wij nemen ook ruim de tijd voor mensen die op het spreekuur komen. Wij kunnen ervan leren en zij kunnen dan profiteren van gratis juridisch advies. Het was vandaag misschien niet zo zonnig als gehoopt, maar het bleef wel droog bij een acceptabele 8 graden. Vanavond klaart het eerst nog even op, maar in de loop van de nacht krijgen we weer met wat regen te maken. Die regen trekt morgenochtend nog even weg, daarna is er meer ruimte voor wat zonneschijn. Het wordt opnieuw zo'n 8 graden. De dagen erna laat de zon het wat vaker afweten en heeft bewolking de overhand. In het weekend kan daarbij ook van tijd tot tijd een bui vallen, maar het is wel zacht bij temperaturen van 10 of 11 graden.
Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 31 januari. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten, rn7.nl, en volg ons natuurlijk ook even op de sociale media. Morgen zijn we weer terug en dan hoor je onder meer in welke lastige situatie de club SV Hatert wordt geplaatst. Graag tot morgen!